Ja, kan mensen, ik ben meer aan het bouwen. Dit is wat jullie wouden, dus dat ga ik dan doen ook. Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe City Builders. Wij gaan vandaag weer verder aan deze hele mooie bergen-dwergenstad. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag weer samen met Giel. Wij zijn ondertussen verder gegaan. En zoals je kan zien, hebben wij de boel hier al een flink wat stuk mooier gemaakt. Of althans heeft Giel dit hoofdzakelijk gedaan en ik heb daar weer bij geholpen. Wij gaan vandaag namelijk weer verder met hetgeen waar we gebleven waren. Hé, dat ziet er wel cool uit, die slepdo. Wij gaan namelijk... Nee, die slep ziet er niet uit, Giel. Misschien moet je een ster doen. Wacht. Doe eens een ster daar. Nee, dat moet je in het dak zo doen, kijk. Ja. Ja, zie je, dan had ik het toch goed. Doe een ster. Ja. En dan hiernaar... Laat hem doorlopen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus dat hij doorloopt naar het plafond. Mensen, wij gaan weer verder, wat ik zei, met onze hele mooie... Oh, chips. Ik sloop de boel weer. Met onze mooie serie... Oh, wauw. Ik dacht dat je hem nog niet had. Ja, ik ben druk bezig. Ja, nee. Rustig. Oh, dan moet hier gewoon cobblestone in, ja. Dus mensen, druk op het duimpje omhoog. Wij gaan lekker verder met onze serie, wat ik zei, City Builders. Het begint er steeds beter uit te zien, gelukkig. Dus ik ben hartstikke trots op ons. Dus wij... Oh. Nee, dit is een beetje laag, hè. Zo. Bemoei je niet met mijn City Builders, jongen. Nee. Wij gaan lekker verder. Zoals je kan zien zijn de eerste wachtershuisjes zijn af. We hebben daarboven hebben het mooi gemaakt. We hebben hier dus twee van deze... torches toegevoegd met een anvil erin en een item frame. Dat was mijn idee, hey. Die gaan we vaker dat was gebruiken. Mijn idee, zeg het. Ja, dat is Vincent's idee. Oh yeah. Dus de poort is af. Hier mogen mensen dus via naar binnen. En dit ziet er echt super awesome uit. Dus ik ben echt super enthousiast. De huisjes aan de achterkant zijn nog niet af en de muur hier ook nog niet. Dus hier moet nog even een heel stuk... eigenlijk moet die hier zo naar boven gaan lopen. Dus dat ga ik... Zou ik dat gaan doen? Doe maar. Oké, dan moet ik ook nog even andesite en straks alles aan toevoegen. Ik maak hem eerst even recht. Dan weten we even ongeveer hoe het eruit gaat zien aan de achterkant. Want dan loopt het zo mooi op hier. En dan krijgen we dus zo'n mooi effect dat iedereen denkt van... Wow, hoogteverschil! Althans, okay. Snap je wat ik bedoel? Ik vul hem even zo op en dan kunnen we later allemaal blokken erop toevoegen. Dus ik zet even eerst één standaard blok er neer. Hop, kijk! Moet je zien hoe mooi dit er is. Giel, je hoeft niet veel meer te doen hoor, want hij loopt hier denk ik zo de... Nee, maar ik wil de muur wel even afmaken. Kijk, hier nog één zo'n laag. Ik wil ook meer pilaren gaan bouwen. Wat vind jij daarvan? Dat je echt van die pilaren hebt, dat je echt denkt van wow, fucking vet. Die moeten we aan de muur gaan maken. Kijk zo. Dus dit moeten we even nog mooi gaan maken, dit stuk. Dus we moeten hier nog even een strook in zo. We moeten in ieder geval enig wat we moeten doen straks even wat blokken vervangen. Kijk. Nou, zie je, het ziet er al veel beter uit. Misschien moet hier nog even een stuk zo naar binnen. Zodat je hier zoiets krijgt. Maar wat ik zei, ik ben hier ondertussen half mee bezig. Kijk. Weet je, dan doen we dat hier ook straks. Je snapt wat ik bedoel toch, Giel? Ja, helemaal. Super awesome. Alleen, we moeten even gaan kijken hoe de mensen hier de huisjes in kunnen. Daar moeten we even goed over na gaan denken. Dus dat is even het enige nog waar we over nadenken. Ja, maar... hier denk ik. Wat zei je? Hier binnenuit. Dus hier bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat er een... Ja, dit is wel vet. Ja, dit is super cool. Oké, vet. Dus dit zit er dan in. Oh, ik doe het weer. / undo. Hoe krijg ik dit nou weer voor elkaar? Ik sla met mijn recht... Hier. Ja, je hebt hem op je hand gebound. Echt? Hoe doe je dat eruit dan? Dat wist ik wel, maar nog niet. Ik zat even gewoon op zoek, ja? Oh, ja, doe dat. Oké, nou, deze werkt in ieder geval. Dus mensen kunnen wel en niet naar binnen. Laten we de deur even open houden. Dat zou echt super chill zijn. Type / none. / none. Zo. Met je hand. Oh. Mij. Ja, oké, unbound it. Oké, nice. Wij gaan dus verder hier. Nou, ik vind dat we dit hebben. Of wil je eerst het plafond nog even afmaken hier? Ja, ik wil het precies mooi laten overlopen. En je wilt hem meteen afmaken, hè? Ik wist het. Ik ken hem langer als vandaag. Er is ook nooit een moment rust dat ik even. Niet even. Ja, dat we. Jij wil gewoon gaan, maar je dat moet het rustig afmaken. Dan wacht je niet als je erin vliegt. Zo, moet nog wat cobblestone in hierboven ook. Zo. We moeten echt pilaren gaan maken, jongen. Dat wordt super vet als we dat doen. Misschien moeten we hem hier wat meer naar binnen gaan bouwen, zo. Kom maar eens pilaatjes gaan maken dan. Ja, ga jij pilaren maken? Ja. Dan ga ik hier even verder puzzelen. Ja, zo. Lekker puzzelen. Ja, doe ik het goed of zeg van moi? Ik heb nog niet gekeken. Durf ik te kijken? Ja, tuurlijk, jij durft te kijken. Je weet hoe ik bouw. Ik ben niet zo goed als dat jij bent, maar... Komt in de buurt. Nou, ook nog niet eens. Niet? Nee, langer na. Niet Giel, niet zo gaan doen, want je weet dat dat niet zo is. Toon. Ja, als die pilaren erin zitten. Oké, dan ga ik nu omdraaien. Wat zei je? Dan ga ik nu omdraaien, ja.
Wat moet ik zien? Hier, kijk. Hier, ik heb dit zo gedaan. Hier zo een beetje zo. Ik ga het wachten zo, dat het rond is. Ja? Oh, we het wel helemaal rond hebben. Oh ja, tuurlijk. We kunnen gewoon één kant gaan doen en dan flip je hem gewoon zeker. Ja. Ja. Dat was eigenlijk wel mijn plan, ja. Doe maar. Dus, mond. En dan flip. En dan is de andere kant precies hetzelfde. Let op, dames en heren. Dan komt de magische truc. Dan gaat alleen de deur weg, maar... Ja, dat maakt niet uit. Die deur verplaatsen we wel. Dan plaatsen we gewoon weer een nieuwe deur. Misschien moet je hem iets dieper pakken, Giel. Ja, maar dan... Oh, je hebt de muur niet meegenomen. Je moet de muur ook meenemen hierboven. Of wil je dit zo houden? Waarom? Ik maak hem zelf anders zo. Oké. Ja, je kan hem zelf even bijsnijden als je wil. Zo. Maar op zich heeft het wel wat dat het niet helemaal symmetrisch is. Ja. Daarom. Misschien wel. Wacht, als ik nou hier dit plaats... Hu. De deur zit erin. Nee, dit zit er niet uit. Ja, dat symmetrisch heeft op zich best wel iets. Denk ik. Ja. Ik vind het wel. Oké, eens. Oké, nice. Dan hebben we hier dus de eerste muur staan. Dan moet ik alleen even hier nog een laag achter zetten. En hier dicht. Boven even hem dicht gaan maken, zo. En hier boven ook weer dicht maken. Holy chips. We hebben wel een beetje veel gewild edit. Ja. Het ziet er wel nice uit. Ja, dat wel. Oké, dan ga ik wel bezig met de trap maken, ja? Wil je het even randomizen ook, of doe je het later? Wat randomizen? De vloer. Ja, als je slaps neemt van cobblestone en normaal... Nou, ik zit me nu te bedenken. Volgens mij heb ik iets heel fouts gedaan. Ja, je hebt het een stijl gemaakt. Ja, daar kom ik nu achter. Wat we zouden kunnen doen, is dat... Gewoon met stairs, zo. Nee joh, dat is niet mooi. Vind ik niet mooi. We moeten misschien even hier een plateau maken, hier zo. Waar ik nu sta. Je kan ook gewoon stenen neerzetten in plaats van weghalen. Hoe dan? Nou, dan pak je een brush. Ja, / BR. Oké. Nu zet je alleen maar steen neer. Oké, prima. Maar je kan ook die dingen erbij in doen, hè? Al die steentjes. Nee, wacht, let op. Ja, oké, ik ga wel weer even brushen, ja? Doe dat? Oké, ik ga even brushen. Komt goed. Ja, heb vertrouwen in mij. Ik ga wel weer de boel alleen, mooi maken. Alleen, deze steen is niet gerandomized, maar... Nee, maar dat maakt niet uit. Jij hebt daar toch een trucje voor? Ja, daar kunnen we wel overheen. Ik zet hem nu even op 1, omdat ik even wat kleiner moet gaan maken. Zo, hier een kleintje erin, hier een kleintje erin. Daar nog een kleintje bij. Hier zo, daar ook. Oh, het begint er eindelijk... Hier, nu begint het er wel mooier uit te zien. Dus als ik hier nou zorg dat ik hier een plateau maak... Kijk zo, zie je wat ik doe nu? Wacht even, ik ben even met de poort bezig. Geef niet hoor, ik maak even een hele mooie rechte balk zo. Sorry. Ik heb echt lelijk gebrust ook al zeg ik het zelf net. Ja. Kijk, ik maak hem even recht zo. En dan moeten we even zien te zorgen hoe we hem hierop aan gaan sluiten. Dat zou kunnen door middel van eronder langs te gaan. Dus dat we hier langs gaan, naar beneden zo. En dan daarop aansluiten. Zodat je even deze een rondje... Deze is ook wel stijl, hè? Ja, maar op zich in een mine mag het best wel stijl zijn. In een mine mag het... Hier gaan we toch niet veel stijls maken. Daarom. In een mine mag het wel stijl zijn. Wat je ook kan doen, is dat je hier een soort van klein liftje maakt zo omhoog. Zo. Oh, ja, maar hoe wil je dat maken dan? Er is namelijk Als je hier deze ruimte boven hier weghaalt... Ja. Dan heb je hem een stuk groter. Ja, maar je kan geen lift maken toch in Minecraft? Nee, maar gewoon een soort van kraanmechanisme. Dat is gewoon plezier. Dan maken we daarnaast wel een stijger met houten stairs... voor het geval de lift kapot is, oftewel... Oh, ja, een wenteltrapje omhoog. Ja. Ja, dat is cool. Oké, je hebt een punt verdiend. Oké, hoppa, dan gaan we dit dus even weghalen zo. Zo. Oh, perfect. Ik vind hem wel vet zo. Ja, alleen moet ik hem hier wel even mooier maken. Ja, dat is zo één rechttonig ding. Ik wil hem hier wel weer omhoog laten lopen. Wacht even. Kijk, zo. Oh, /undo 2. Daar moest ik achter komen, dank je. Hoppa. Okay, we gaan even netjes de Engels typen. Er staat eigenlijk gewoon een houten lift. Een soort van kraanmechanisme met een... hoe heet het? Ja. Hoe heet dat nou? Scaffolding, ja. Ik weet het Engelse woord, maar niet het Engels. Scaffolding. Ijskraan. Ja, stijger. Ja. Houdt een stijger met stairs. Noodtrap. Oké, cool. Oké, nu heb ik dus hier nu steen op staan. Hoe doe ik dat? Dan moet ik 1 naar 0 veranderen. Ja. Oké, zo. 1 is steen en 0 is... Oké, dan hebben we dit zo. Dan ga ik hier... Oh, shit. Dit moet even wat kleiner. Kan ook 6 size 1 typen. Kijk. Tada, jij ziet wel weer wat ik doe, of niet? Ja, de muren... Kijk. Verbreden. Dan hebben we hier een beetje een pleintje. En hier komt dan de kraan. En dan hier weer opslag of zo. Of weet ik veel. Touwen. Oh, hey, hier zit nog een tunnel weer. Maar ja, die wil ik niet weer gebruiken hoor. We zouden hier nog een huis in kunnen zetten of zo. Een deze hebben we bewust gesloten laatst. Ja, maar we kunnen hier gewoon wel even een huis in maken. Dat is niet zo'n groot probleem.
Weet je, dat je hier zo langs loopt en dat je hier zo, kijk, dat je hier zo'n looppad creëert. We kunnen hier gewoon een heel groot huis maken. Ja, dat bedoel ik. Dat heel hier... Ja, zo inderdaad. Nou, misschien iets meer naar binnen. Kan dat? Is dat mogelijk? Ja. Dan maak ik hem hierachter namelijk even iets groter. Kijk, doen we het zo. Ik zou het wel aan de rand van het ding houden. Zo. Ja, 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 dat was ik ook van plan. Kijk. Want dan kunnen we hier namelijk langs lopen. Misschien moet je hem hier bouwen. Hier de laatste pilaar. Ja, zo. Doen we hem zo. Ik ga hem niet verder uitgraven, want dan zijn we de lul. Maar laten we hem zo houden. Kijk, dan kan je namelijk hier langs, kan je hier voor langs lopen. Om naar het dorp te gaan, snap je? Dan heb je dus een eerste huisje wat echt voor een dorp is. En dan komt hier gewoon zo van... Hier komt gewoon een hele grote hijskraan zo. Ja. Maar hoe gaan we die maken? Mij lijkt het super vet om de buitenkant van fences te doen. Want fences zijn best wel mooi eromheen. Mm-hmm. Ik zat er denk ik om gewoon een grote schacht te maken zo. Ja. Kijken. En dan een stukje ervan gebruiken voor de lift. Dus... Nee. Een hele grote lift. Dus ik zou dit echt als lift doen. Zo, dit is de lift. Liftschacht. Deze grote. Ja. En dan hier links komt dan de noodtrap. Oké, dus maar dan moeten we hem hier wel sowieso... Hoe breed is hoeveel zit hier tussen? 5, dus zo. Oké, dus dan hier de volgende zo. Zo is die dan even breed dan, laat ik het zo zeggen. Ja. Oh jezus, hier loopt hij wel heel erg hoog door. Je hebt hem eentje te ver naar links, maar ik verplaats hem al. Ah, sorry, mijn fout. Ja. GG. Oké, dus dan kan ik best even hier zo mooi afbouwen zo. Kijk, dat die pilaar hier zo loopt zo. Ja, zo. Oh, wil je hem wel erin laten lopen? Ja, dat zie je toch niet. Oké, nice. Oké, dit ziet er vet uit, maar wat mij heel vet lijkt is dit er zo tussen. Het ziet er misschien heel kinderachtig uit, maar kijk. Bash, of een fences bedoel je? Fences, ja. Het ziet er heel vaag uit. Ja, maar dat wil ik eigenlijk ook doen. Maar ik wil wel af en toe random zo'n andere random, ja precies, maar wel eerst even alles vol plaatsen met fences. Oké, ik maar wel dit, hè. Hoe bedoel je? Nou, dat is precies wat ik het zeg. Dat je het randomized? Nee. Ja. Oh, zo, ja. Oké, je mag ook. Hier komt dan de opening. Ja, je bent er wat beter in. Jij weet precies welke commands je moet hebben, joh. Ik weet niet eens wat het... Hoeveel... Als je dit doet... Ik typ er een spatie voor, maar wilde denk ik, laat maar zitten. Kijk, die. Als jij een gebied selecteert en je typt dat, replace, lucht met fences. Dus je typt dit en dit. Snap je? Ja, oké, dat mag ook. Maar ik ben nog meer van het bouwen, joh. Kijk, hoppa. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Ja, en dan plaatsen we overal een beetje wat van dat random hout tussen. Dan vind ik het echt goblin-stijl, hoor. En dan doen we hier allemaal... Ik vind dat we hier ook ergens aan de zijkant allemaal opslagen moeten doen... Met mines en ores en sources en dat soort shit. Mm-hmm. Dan maakt het echt helemaal af. Dat klopt. Dat gaan we ook doen. Toch? En dan maken we hier zo'n... Oh, Giel, kan je deze één breder maken? Wat? Deze. Deze eentje meer naar die kant toe. Ja, dat kan. Wat even. Want dan kunnen we namelijk hier in het midden... Wat wil je doen dan? Hij is nu... Oh nee, hij is 3. Hij is 3. Ja, waarom? Hè? Oh, ik had helemaal verkeerd gerekend, joh. Ik heb helemaal verkeerd gerekend. Ik moet even slaps hebben. Ik heb wel een idee hoe we die trap kunnen... ik moet naar E. Ik zit helemaal in gewoon die chat te typen naar slap. Kijk, als we nou dit zo doen, zo. Ja. Kijk, en we laten hem hier... Om deze paal, deze, laten we hem lopen. En dan komen we hier uiteindelijk uit, zo. Ja, dat... Wat ook eigenlijk gaan doen. Oh, echt? Nou, we vullen elkaar perfect aan qua ideeën. Ja. Kijk, dan laten we hem zo... Kijk. Hier zo, hop. Dan laten we hem 3 naar beneden aflopen. Ik vind het helemaal mooi. Ja, vind je hem helemaal mooi? Ja. Nee, maar ook gewoon zonder sarcasme. Ik vind het mooi. Even kijken. Zo. Kijk, kijk hoe goed ik dit heb gedaan. Ja, mensen, ik ben meer aan het bouwen. Dit is wat jullie wouden, dus dan ga ik dat doen ook. Op zich, Giel heeft me zo vaak aangeboden om te leren bouwen en ik kan dat echt niet. En Giel zegt ook al, ja, dat kan jij gewoon, dan moet je alleen even leren. Ja, dat is ook zo. Ja, sorry, maar dat kan ik niet. Zo. Heb je nog night vision? Ja, heel veel. Oh, nee, net niet. Zo, ik doe hem even poink, nu wel weer. Hoppa. Kijk, als we hier omhoog gaan, zo. Ja. Zie je? Ja, dit is wel vet. Alleen, ik ben heel slecht met trappen bouwen. Ik heb wel ongeveer wat ik als idee wil. Oh, ik heb nog hout. Oh. Dan moeten we deze kant op. We kunnen ook. Ja. Wat hout. We hebben nou wat meerdere kleuren fences tegenwoordig. Oh ja, dat je dat wat randomized. Ja, kan ook, tuurlijk. Dat een beetje vies lijkt. Dat mag allemaal, maar weet je, op zich, het idee wat we hebben, dat is allebei hetzelfde.
Alleen ik zou dit wel recht doen, denk ik. Ik vind het schuine zo lelijk. Nee, ik vind het juist vet. Dat geeft meer mine achter. Oké, cool. Dan doen we dat. Ja, we zijn echt jou, hard bezig, hè? We zijn echt goed bezig. Ook. Nice. Als je iets neer wil zetten, dan moet je ook presteren. Dat is waar. Nou, mensen. Zoals je kan zien... Oh, waarom doe je deze niet zo? Ah, nee, ja, ik snap je wel. Nee, laat maar, ik snap hem. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken weer naar deze nieuwe City Builders. Vind je dit nou leuk? Druk even alsjeblieft op het duimpje omhoog. Vergeet dan niet om mij als deurs mogen dan gaan bij Superheld. Hopelijk zie ik je volgende keer weer bij nieuwe City Builders. En zoals ik zeg, ik tegen jullie mensen altijd. Ciao!